Dit gras wordt niet bespoten omdat het anders in de felle zon verbrandt, maar om op deze hellingen zomerskiën mogelijk te maken. Want de skiers door dik en dun willen ook in dit jaargetijde hun sport graag beoefenen. Dat kan onder andere in het Oostenrijkse Tirol. Geregeld worden hier slalomwedstrijden georganiseerd, waarbij zelfs flinke snelheden worden bereikt. Maar toch gaat dat skiën op de lange latten velen nog niet snel genoeg. Zij gaan liever de heuvels af op de rollskis. Deze werden zo'n 15 jaar geleden geconstrueerd door de Oostenrijker Josef Kaiser. En toen werd er een beetje meewarig om deze uitvinding gelachen. Maar sindsdien is er in de houding tegenover de rollskis veel veranderd. En wel zoveel dat er nu zelfs wedstrijden gehouden worden met de wereldtitels als inzet. Hierbij wordt om tienden van seconden fel gestreden. Ook iemand die op deze graspiste ten val komt, kan zich daarbij behoorlijk bezeren. Nadat Erwin Ganser de titel bij de heren had veroverd, werd de 18-jarige Ingrid Hirschhofer kampioene bij de dames. Kortom, dit rollerski is een professionele sport geworden.